week 4. Oké. Hier een berichtje vanuit de kamer. We zijn vanmiddag aangekomen. Vanavond zelfs. En toen werden we opgehaald door een heel oud vrouwtje. Met witte haar. En we verstonden ze niet. Helemaal niet. Ze zei ons ook niet. Nee. We hebben gehad. En toen moesten deze slofjes aan. Dit hier. Dat moest. Dat moest. En nou staan mijn arme zoontjes. Die staan in de hele garage. Hele koude garage. Heel veel planten. Heel veel planten. Dat zag ik weer door gespeeld. En er liep een spin. Het was echt heel eng. Het was zo eng. En dat was een dikke spin met haren. Ze had pasta gemaakt. Heel veel pasta. En kip. Heel veel kip. Fem is vegetarisch. En dat begreep ze. Dat begreep ze niet. Ze bleef me vragen. Hou je wel van salami? Hou je wel van ham? En hij zat van... What the fuck? Serieus? Het is tof hier. Nee, fuck zeggen. Dat is fuck is een algemeen woord. Het is zo tof. Mam, als je dit ooit hoort. Het is super tof. Ja, heel tof. Dus... We weten niet meer wat we moeten doen. We kijken er nu al tegenaan. Niet in een tweepersoonsbed, hè? Dat met z'n tweeën. In een twijfelaar. Met je vriendje Allah. Maar met z'n oh, no. Nee. Wat moet ik nou? Ik kijk er nu al tegenop om morgen weer terug naar hier te gaan. Naar die leuke dag.